30 seconden nog. High knees, high knees, high knees. Stretches. Keep going, keep going, keep going, keep going. Drie, twee, één en rust. Pakken we even 15 seconden rust. Je mag ondertussen je yogamat erbij pakken. Die hebben we zo meteen nodig voor de tweede oefening. De eerste oefening wat we zo meteen gaan doen voor de eerste Tabata-ronde. Die is als volgt. We gaan eigenlijk gewoon met beide benen. De vorige keer deden we met één been. Die proberen we gewoon echt met beide benen van links rechts te springen. Dat wordt de eerste oefening. De tweede oefening die daarna volgt, ga je op je ellebogen planken. En vanuit de plank breng je je heupen van links naar rechts naar de grond toe. Je bovenlichaam doet niks. Alleen de heupen die zorgen voor je twist in je buik. Dus daarmee gaan we de zijkant van de buik goed aanpakken. Meteen op het begin. Oké. Maak jezelf klaar. We gaan springen van links naar rechts. In drie. Dat was te snel. Ik moet even de timer aanzetten. Dus 20 seconden een oefening en 10 seconden rust. Voor 8 rondes in totaal. In 3, 2, 1 en go. Netjes, Ruud. En los. Maak je klaar voor de tweede oefening. Op je ellebogen planken en de heupen van links naar rechts naar de grond. En go. En focus je vooral op die twist in de buik. Concentreer je op de zijkant van je buik. Dat is het gedeelte die we willen aanspannen. Natuurlijk doet je middenbuik ook gewoon mee, maar de focus ligt op de rest. En los. Kom rustig op. En dan gaan we springen. Dat is het, hè? Ready? En go. Jump. Jump. Yes. Netjes, Monique. Ziet er goed uit, Ingrid. Yes, Anke, Elke. Ik heb eigenlijk een zaklamp nodig om te kijken waar jullie staan. los. Tweede oefening. Ja, oh, je hebt hem ook nog bij de hand. En go. Hip dips, hip dips, hip dips. Yes. En probeer je bovenlichaam zo recht mogelijk te houden. Die doet echt helemaal niks. Alleen de tenen draaien mee en de heupen draaien mee. 3, 2, 1 en rust. Kom rustig op. En dan gaan we springen. Ready? En go. Springen van links naar rechts. Yes. Ruud, probeer met twee benen te springen. Echt gewoon met twee benen op. Hop. Ja, dat is hem. Yes. En los. Gaan we terug naar de grond. Planken op je ellebogen en de heupen van links naar rechts. En go. En rust. Yes. Komen we op en dan gaan we alweer naar de laatste ronde voor beide oefeningen. En dan hebben we een langere pauze. En jump. Yes. Netjes. Blijf springen. Go. Go.
Zo. En los. Nu ga je terug naar de grond voor de allerlaatste keer. De hip dips. En go. Laatste 20 seconden. Keep going. Keep going. En rust. Oké, kom rustig op. Je hebt wat lange pauze, 30 seconden pauze. Je kunt even een slokje water pakken, even een rondje lopen. Ik leg in de tussentijd ook meteen de volgende oefening uit. Dan kunnen we gelijk wat tijd besparen natuurlijk. Voor de volgende oefening gaan we als volgt beginnen. De eerste oefening is 2 jumping jacks op je plaats. 1, 2. Na 2 jumping jacks spring je zo hoog mogelijk met je knieën naar je borst. Omhoog. Ben je klaar met de sprong? Ga je weer terug. 2 jumping jacks. Op. De jumping jacks. Op. Lukt het niet om te springen met beide knieën, dan mag je in plaats daarvan ook gewoon een squat doen. Het gaat erom dat we die benen extra afmaken. Dat is de eerste oefening. De oefening daarna zijn de prison squats eigenlijk. Handen achter je nek. Je gaat squatten. Vanuit hier ga je op je knieën naar de grond. En dan weer op. De hele tijd blijf je in een super lage squat. Dus ik blijf in die squat, ga op mijn knieën en ik kom weer op terwijl ik in die squat blijf. Yes? Are you ready? Gaan we beginnen met de tweede Tabata-ronde. In 3, 2, 1 en go. 2 jumping jacks en spring. Yes. Netjes, breng die knieën naar je borst toe. Perfect. Ziet er goed uit, netjes. En rust. Rust, rust, rust. Handen achter de nek. Je gaat squatten. En rustig op je knieën landen. We hoeven de knieschijven niet te breken. Dus land voorzichtig op je knieën. Yes. Deze oefening gaat er eigenlijk vooral om wanneer je weer op je voeten moet staan. Dan voel je de aanspanning van je benen en je billen. En rust. Yes. Pak je rust. Gaan we terug naar de eerste oefening. Ready? 2 jumping jacks en spring. Go, 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 go. Rust. Yes. Pak je rust. Handen achter je nek. Alvast in een squat positie. En go down. Op je knieën. En weer op. Netjes. Blijf zo laag mogelijk in die squat. Perfect, Ingrid. Ziet er goed uit, Monique. En los. We're getting up. Terug naar de jumping jacks en de high knees. En go. Netjes, Anke, Elke, ziet er goed uit. En los. Mag je schoenen uitdoen als trainers? Ik weet niet of langs schoenen hier. Oh, okay. Handen achter je nek, squat down. Op je knieën en op. En rust. Gaan we opstaan voor de laatste keer dezelfde oefeningen.
jumping jacks naar een sprong. En go! Goed zo. En rust. Yes, laatste keer. Handen achter je nek. Squat down. Op je knieën rustig landen. En weer rustig op. Netjes. En rust. Yes. Pakken we weer 30 seconden rust. Pak even een slokje water. De volgende Tabata is als volgt. Je begint in een squat positie. Je springt op, voeten bij elkaar en dan weer terug. Oftewel de pop squat. Op en down, op en down. Dat is de eerste oefening. De tweede oefening, die wordt wat makkelijker. Handen op je heupen en om en om lunchen met je linkerbeen. En je rechterbeen. Yes. Gaan we alweer voor de derde. Ja, dat is de derde Tabata. Ready? 30 seconden zijn voorbij. 3, 2, 1. En go. Ja. Flinke tempo met die pop squat. Perfect, Ingrid. En rust. Yes, maak je klaar voor de lunges naar voren. Hoe is het met de benen? Yes. Pak een hele grote stap, zodat je knieën en tenen niet kunnen passeren. En dat je goed de bovenbenen en de billen kunt aanspannen. En land vooral op de hakken van je voet in plaats van je tenen. En rust. Maak je klaar voor de tweede ronde. De pop squat. En go! Netjes. En rust. Maak je klaar voor de lunges. En go. Om en om, links en rechts. Netjes. Blijf landen met de hakken van je voet. En rust. Rust, 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 rust. En terug naar de pop squats. Pop up en squat. Pop up. Yes. You struggling. Ja. Dat betekent dat het intens is. Dat maakt me blij. Gaat goed. Maak je klaar voor de lunges. En rust, 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 rust. Nee. Dit is de ronde. Ik had het tegen je. Ga maar lunges. Lunges om en om. En los. Laatste keer. Pop squats en lunges. En go. Laatste ronde. Yes. Pak een goed tempo mee.
Ziet er goed uit, netjes. En rust. Schud de benen goed los. Gaan we naar de lunges, links en rechts naar voren. En go. En rust. Yes. Pakken we 30 seconden rust. En dan gaan we zo meteen door naar de volgende ronde. Schud de benen even goed los. Een stokje water drinken als je wil. Dan leg ik alvast ook de volgende oefeningen uit. Voor de volgende oefeningen mag je lekker gaan liggen. Dus hoef je niet meer op te staan. De eerste oefening zijn eigenlijk de glute bridges. Dus je brengt je heupen omhoog. Vanuit hier breng je één voor één, één been naar je toe. Terwijl je eigenlijk de hele tijd je heupen gewoon omhoog houdt. Dus die spanning op beide billen blijft. Dat is de eerste oefening. De tweede oefening wordt eigenlijk het vasthouden van de glute bridge. Dus je duwt je heupen en je billen zo hoog mogelijk. En dat hou je dan vast. Yes? Twee hele makkelijke oefeningen. Voor de laatste ronde voor de billen en de benen. En dan gaan we hierna door naar bovenlichaam slash vooral de buik. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en go. Je gaat merken dat je onbewust je heupen gewoon laat zakken. Dus herinner jezelf eraan dat je met je heupen nog steeds omhoog komt. En rust. Nu breng je je heupen zo hoog mogelijk naar boven. En dat houden we vast. En go. Vasthouden, vasthouden, vasthouden. En los. Yes. Gaan we terug naar oefening nummer 1. Heupen omhoog en één voor één je knieën intrekken. En rust. Nu gaan we het weer vasthouden. Netjes, duw die heupen zo hoog mogelijk en hou vast. En span echt zoveel mogelijk je billen aan. En los. Los, 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 los. En vasthouden, één voor één je knieën intrekken. Ziet er goed uit, dames. Netjes, Ruud. En los. Voel je met de... Nee? Got a strong ass. Vasthouden, vasthouden, vasthouden. En rust. De allerlaatste ronde. Yes, breng de heup omhoog. Eén voor één de knieën intrekken.
en rust. Yes. Laatste keer. De glute bridge hold. Netjes vasthouden. Duw je heup omhoog. En rust. Yes. Strek je benen uit. Pak even lekker je rust. Geniet even van je rust. En dan gaan we nu volle intensiteit eigenlijk in de buik. / full body. Eerste oefening voor de volgende Tabata wordt als volgt. Dan ga je weer op je ellebogen planken. En vanuit hier doen we de plank jacks. Dan springen we buiten en terug. Dat is de eerste oefening. De tweede oefening wordt knie naar elleboog. Zijwaarts. Zo breng je gewoon om en op. Een knie naar een elleboog. En dan voel je het vooral aan de zijkanten van je buik. Als het goed is. Maak je klaar in de plankpositie. Op je ellebogen. Ga beginnen met de plank jacks. In 3, 2, 1 en go. Netjes hou de heupen laag. En rust. Nu ga je weer terug naar de plankpositie. En één voor één knie naar elleboog. En go! Kom op, kom op. Netjes, Ingrid. Goed bezig. En rust. Yes, ga lekker op je buik liggen. Pak je rust. En go! Eerste oefening. Spring, spring, spring. Voel je weg? Oh, oké. Okay. Keep going, keep going, keep going. En los. Pak je rust. De tweede oefening. 3, 2, 1 en go. Breng die knieën zo dicht mogelijk bij je ellebogen. Dan zou je het eigenlijk echt vooral ook aan de zijkanten van je buik moeten voelen. Netjes. En rust. Je mag hem ook op je hand vallen. Gaan we terug naar de eerste oefening. Plank jacks. Maak jezelf klaar. En go. Keep going. Keep going. Keep going. Hoe lager je je heupen houdt, hoe beter de spanning is voor je buik. Dus hou ze laag. We willen de buik vooral aanpakken. Kom op, kom op, kom op. En rust. Schud de handen even goed los. En go. Knieën naar ellebogen. Netjes. En rust. Gaan we voor de allerlaatste keer beide oefeningen doen. Zet je armen op. Eerste oefening, plank jacks. Keep going, keep going. Goed zo. En rust.
Laatste keer. Knie naar elleboog. Knie naar elleboog. En go. En rust. Yes. Pak je rust. Je hebt net al een eertje erop. Dat mag. Oké, ik leg ook pas de volgende oefeningen uit. Jullie kunnen in de tussentijd gewoon even rusten. De eerste oefening zo meteen mag je je handen onder je billen plaatsen. De benen strekken we uit. We komen omhoog met de schouders en met het hoofd. En vanuit hier gaan we om en om de benen de hele tijd in beweging houden. Eén voor één laat je ze zakken. Dat is de eerste oefening. En de tweede oefening, die is postvoorlicht. Strek je de armen en de benen uit. Je brengt ze samen in het midden, eigenlijk zoals een ziekenhuisbed. Maar in plaats van allebei samen te laten vallen, gaan we ze één voor één laten vallen. Dus eerst de benen en dan weer op. En los en dan weer omhoog. Yes? De eerste oefening om en om gestrekt. En de tweede oefening is de halve ziekenhuisbed eigenlijk. Maak je klaar. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en go. Strek de benen helemaal uit. Schouders, hoofd van de grond af. Volledige spanning op je hele buik. Netjes. En rust. Strek je benen uit, strek je armen uit. Breng ze samen naar het midden. En één voor één laten vallen. Op. Eerst de bovenlichaam, dan terug en dan de benen. En weer op. Netjes, Ingrid. Ziet er goed uit, los. Gaan we terug naar de eerste oefening. Strek de benen uit, om en om, omhoog en omlaag. En go. Handen onder de billen, schouders, hoofd van de grond af. Netjes. Pak je rust. Even heel belangrijk voor de tweede oefening. Als je met je bovenlichaam gaat zakken, ook met je hoofd zakken. En go. Tweede oefening. Benen laten zakken en dan bovenlichaam laten zakken. Als je je hoofd steeds in één positie houdt, dan heeft het minder effect. Los. Terug naar de eerste oefening. En go. Strek de benen uit. Hoofd, schouders van de grond af. Kom op, Ruud. En rust. Pak je rust. Gaan we naar de tweede oefening. Benen en handen recht naar boven. En één voor één laten vallen. Strek je benen uit, armen uit en laat vallen. Yes. Ja, Ruud, je had het even door de war. Kom op, Elke. Het is donker, maar ik zie nog steeds dat je Elke bent. En rust. Rust, rust, rust. Laatste keer voor beide oefeningen. Laatste keer, kom op. 20 seconden, handen onder de billen.
En de benen laten bewegen. Netjes. Netjes, Monique. Perfect, Ingrid. Iedereen is goed bezig. Goed zo. En rust. De laatste keer. Halve ziekenhuisbed. En go. En rust. Yes. Ik zou de benen gewoon even strekken. Ja, je buik gewoon even goed strekken. Armen hoog. Benen gestrekt. Even de buik laten ontspannen. Want die gaat geen rust krijgen. In de tussentijd leg ik alvast de volgende twee oefeningen uit. Oké. De eerste oefening is als volgt. Je plaatst de handen onder de billen. Dan trek je je knieën in. En zodra de knieën zijn ingetrokken, strek je de benen uit recht omhoog. Dan laat je ze vallen in een leg raise. Trek de knieën weer in. En maak eigenlijk een soort van fietswielbeweging. Alsof je aan het trappen bent met beide benen. Is dit te makkelijk? Mag je gewoon omhoog komen met je schouders en je hoofd. Dat is de eerste oefening. Voor de tweede oefening maak je van je benen 90 graden. En dan in plaats van omhoog te komen, recht omhoog, ga je met je rechterarm naar je linkerkant, naar je linker enkel. En met je linkerhand naar je rechter enkel. Dus eigenlijk kruiselinkse crunches. En je ziet dat ik wel bij deze oefening de hele tijd eigenlijk alleen maar mijn rug op de grond is. En niet mijn hoofd en niet mijn schouders. Want je wilt continu die verzuring in je buik kunnen voelen voor de tweede oefening. Yes? Zijn we ready? De eerste oefening was een fietswielachtig iets. De tweede oefening is de kruiselinkse crunch. Gaan we beginnen in 3, 2, 1 en go! Netjes. En rust. Maak je klaar voor de tweede oefening. De benen 90 graden en kruiselings naar de enkels toe. Ja. Perfect. Ingrid, Monique. Elke Anke, ja. Ruud, netjes. Bij deze voel je ook een soort van twist in je buik eigenlijk. En je leunt alleen maar op je rug. Yes. En rust. Gaan we terug naar de eerste oefening. Trek je knieën in en strek het helemaal uit naar de grond toe. En trek de knieën weer in. En los. Maak van je benen 90 graden. Ik kom er aangevallen. Netjes kruiselings tikken. En rust. Rust, 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 rust. Maak je klaar voor de eerste oefening. Trek de benen in en strek ze uit. Go.
En los. Los, los, los. Tweede oefening. Netjes. En probeer echt gewoon tot aan de enkels te komen. Ziet er goed uit, perfect. En rust. De laatste ronde voor beide oefeningen. Yes, cirkel, cirkel, strek de benen in. Strek ze helemaal uit. En rust. Laatste 20 seconden. En dan heb ik het gehad voor vandaag. Netjes. Probeer. Enkels. Ja, perfect. En rust. Oké. Pak even je rust. Blijf gewoon liggen. Strek je benen uit. Armen achter je hoofd. En adem diep in door je neus. Laten we even het hele lichaam gewoon ontspannen. You're good to go, girl. Dankjewel. Dank je. Sarah die gaat er snel vandoor. In verband met de leuke avondklok. En wij gaan nog wel echt even stretchen. Dus als je ondertussen weer de rust hebt, mag je opstaan. En dan mag je zo breed mogelijk staan. En dan gaan we rustig omlaag. Hou je rug recht en probeer beide voeten vast te houden. Tenen wijzen naar voren. Pak je linkervoet vast. En wisselen naar je rechtervoet. Kom je rustig naar het midden. Dan houden we het in het midden vast. Lopen we rustig op de handen naar voren. En dan breng je je heupen op de grond en kijk recht om. Mag je je knieën en je voeten bij elkaar brengen, dan ga je naar achter in de child position en dan houden we los. Hou je armen gestrekt voor je. Dan loop je op je handen rustig weer naar achter. Zodat je de bal over je voeten eindigt. Houd de tenen vast. En dan strekken we de benen uit. En hou vast. Kom rustig op. Pak je je rechterbeen vast. En hou je knieën bij elkaar. Dan voel je een goede rek, bovenbeenspieren. En wisselen. De andere been. Los, houden we nog aan de buitenkant vast. De knie op. Vasthouden. Wissel, andere been. En rust. Pak we nog heel even de armen mee.
Deze zou je eigenlijk vooral ook in de schouder, bovenrug moeten voelen. Wisselen. Los. En wisselen met de andere arm. En los. Oké. Applausje voor jezelf en voor elkaar. Heel leuk dat jullie vanavond weer hebben meegedaan. Ik kijk er echt enorm naar uit om volgende week weer naar buiten te gaan. Ik hoop jullie ook. Dan is het gewoon allemaal een stuk leuker om samen te trainen. Yes, ik zie enthousiasme, dus dat maakt mij ook super blij. Ik hoop jullie, ja, volgende week geef ik volgens mij lessen op woensdag bootcamp in Maastricht. En op zondag. En Sittard is dat donderdag en zondag, Ruud. Dus dan zie ik je hopelijk dan. Yes, nog een hele fijne avond en tot snel. Dankjewel. Dank je. Hoi Ingrid. Hoi.